Ja, 1 oktober vorig jaar kreeg Anne van der Raad de sleutels van het pand in Enschede waar ze het avontuur in zou aangaan. Een eigen horecazaak. Na een verbouwing was het eerste filiaal van Brownies & Downies in Enschede een feit. De coronacrisis was toen al in volle gang. Dus ja, het was wat tricky allemaal. Maar toch, ze gingen voor. En we vragen ons af, nu de horeca al een tijd pot dicht zit, hoe gaat het eigenlijk met de zaak? En Anne is bij ons aangeschoven. Anne, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dankjewel. 1 oktober, toen kreeg je de sleutel. Ja, dat klopt. Ik heb het even teruggezocht. 14 oktober moest de horeca dicht. Om 10 uur 's avonds. Klopt ook, inderdaad. Ja, dat hebben we niet gered om nog open te gaan. Nee, het was alleen nog voor afhaal. Wat ik me afvroeg, zijn er ooit bezoekers in jouw zaak geweest? Nee, behalve mijn familie die af en toe komt helpen klussen, eigenlijk niet. Nee. Nee, dus dat is wel zuur, maar... Ja. We gaan er zo wat verder op in, over de stand van zaken nu. Maar misschien kun je nog even uitleggen, Brownies & Downies, wat houdt het in? Het is een lunchroom, lunchcafé, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Naast het gewone personeel hebben we dus ook bijzonder personeel. Ja. En je maakt van allerlei lekkere dingen. Van alles, waaronder brownies. Ontbijt, gebak, lunch, van alles, ja. Waarom ben je verliefd geworden op dat concept? Nou, sowieso mijn liefde voor gebak natuurlijk. Maar daarnaast heb ik ook een tijdje in de dagbesteding gewerkt. En ik vind de doelgroep gewoon heel fijn en puur. En kunnen we zoveel van leren als mens zijnde. Dus dat is gewoon een perfecte combinatie. We zijn nu een tijdje na 1 oktober toen je de sleutels kreeg. Hoe gaat het eigenlijk met jouw zaak op een schaal van 0 tot 10? Als je dat cijfer zou moeten geven. Cijfer geven vind ik heel lastig. Ik doe zelf net alsof het even in winterslaap is of zo. Ik ben bijna klaar met verbouwen. We hebben nog een paar laatste dingetjes. Oh, het is nog niet eens klaar? Nee, nou ja, weet je, we dachten... je kunt toch bijna we hebben niks. Nu de tijd, ja. Dus rustig aan. Ja. En financiën spelen daarbij natuurlijk ook een rol. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dat is allemaal niet roosgeur en maneschijn op het moment. Nee. Op 1 oktober, toen kreeg je de sleutel, hebben we al genoemd. Ik was wel benieuwd, wanneer ging je uiteindelijk open? Wanneer konden de eerste brownies, wanneer werden ze verkocht? Om het zo maar te zeggen? Oeh, ik denk 6 weken later dat we echt... Nou, iets later misschien. Misschien 2 maanden later dat we de keuken klaar hadden. Dat we zoiets hadden van, oké, we kunnen beginnen met proefbakken en... Oktober, november, december. Midden december zitten we dan. Ja, midden december. We liepen wel wat uit qua planning. We hadden een heel ambitieuze planning voor de verbouwing, maar dat hebben we niet gered. Maar we hadden in december makkelijk open gekund, ja. We hadden open gekund. We hadden open gekund, want je mag wel bijvoorbeeld voor afhaal open. Ja, doe klopt. Je dat op dit moment? Nee, doe ik niet. Dat heeft meerdere redenen. Ook omdat wij nieuw zijn. Ik bedoel, het concept is niet nieuw. Maar ik ben wel zelf nieuw als ondernemer. Heb dus nog geen bestaande klantenkring. Mm-hmm. Dus wij hebben een beetje het idee dat dat niet voldoende opbrengt om dan de kosten... te dekken die we dan gaan maken. En daarnaast hebben we de bijzondere medewerkers natuurlijk. Voor mij staat dat op nummer 1. En om ze op nu in te werken op afhaal en dan straks om te schakelen naar gewoon normale horeca voelt voor mij niet lekker. Voelt niet dus even, ik zie voor me een zaak die er hartstikke mooi uitziet. Ja. Kan nog mooier blijkbaar. Maar daar is niemand... Er is niemand. Koekjes aan het bakken? Nee, bijna niet. Nee. Ik doe heel af en toe wat op bestelling, dat wel. Maar goed, dat is zo minimaal, daar kan ik geen week mee vullen. Nou spraken wij elkaar, ik denk ergens vlak voordat jij de sleutel kreeg. Klopt. En toen was het verhaal van ja, we zitten in een crisis, maar ik ga dit gewoon doen. Ja. En we gaan ervoor. Ja. Dan gaat op 14 oktober de boel helemaal dicht. Ja. Wat dacht je toen? Van die zat er wel aan te komen? Of had je zoiets van ja, dit weet ik even niet wat ik nu moet doen? Nee, ik had het wel aanzien komen. Ik bedoel, we moeten ook reëel zijn. En ik ben wel volgens mij iemand die de realiteit goed onder ogen kan zien. Dus ik had wel het idee van oké, we gaan dicht. Dat het zo lang zou duren, had ik eigenlijk niet verwacht. Nee, dat is wel, wel jammer. Maar... Je hebt dus... Volgens mij praktisch geen inkomsten dan van dingen die je verkoopt. Ik heb geen inkomsten, nee, helemaal niks. Terwijl je mogelijk wel huur te betalen hebt. Ja. Mogelijk nog werknemers te betalen hebt. Nee, dat gelukkig dat niet. Dat nog niet? Nee, dat heb ik uitgesteld. Want ik vroeg me dat ook af. De overheid geeft tegemoetkomingen voor ondernemers zoals jij. Maar die tegemoetkomingen die zijn over het algemeen gebaseerd op inkomsten die je eerder hebt gehad. Ja, is gebaseerd op omzetverlies. En omdat ik geen omzet heb gedraaid, heb ik daar geen recht op. Was een vrij grote groep ondernemers die daar geen recht op hadden. Daarom hebben ze een tegemoetkoming voor starters gemaakt.
Maar ook daar val ik buiten, omdat ik te laat ben gestart. Dus. Want, hoezo dan? Wanneer had je moeten starten? Voor 30 juni. En ik heb mijn eerste contracten heb ik op 11 juli getekend. Dus dan val je er buiten. Dus voor mensen met een ondernemershart als jij, voor Daredevils. Ja. En waar zijn ze dan bang voor, dat je mogelijk fraudeert? Ik heb oprecht geen idee. Weet je, het is een tegemoetkoming in de vaste lasten. Dus het is ook niet zo dat ik het weg kan sluizen en lekker op vakantie kan gaan. Ik bedoel, het is om je vaste lasten te betalen. Dus ik. Maar waar haal je dan nu geld vandaan? Om je huur te betalen? Nou, ik heb gelukkig. Hadden wij natuurlijk erop gerekend in het begin van. Oké, er valt een gedeelte inkomen weg voor mij. Omdat als je start als ondernemer. Ik bedoel, mijn loon komt van de zaak. Van de winst van de zaak kan ik leven uiteindelijk. Dus wij hadden in ons plan wel meegenomen van je hebt gewoon een paar maanden geen loon. Dus daar hebben wij privégeld voor gereserveerd. Verder heb ik gelukkig hele goede afspraken kunnen maken met alle mensen die nog geld van mij krijgen. En alle kosten die ik heb moeten doen natuurlijk. Dus daar heb ik echt. Je hebt goede afspraken met huurbazen en met. Ja, gelukkig wel. Dus plus, maar je zet dus wel het geld wat ze nog wel verwachten, wat er gewoon doorloopt. Ja. Dat komt van je eigen reserves. Dat van je komt eigen van mijn eigen reserves, ja. Vandaag werd ook bekend dat Enschedese horecaondernemers en maar ook winkeliers en marktondernemers tegemoet worden getreden eigenlijk door de gemeente Enschede. 2020 worden alle heffingen kwijtgescholden. Mm-hmm. Die gaan ze niet heffen. Dus daar hebben we het over. Het geld voor terrassen en op de markt te staan. Heb jij daar wat aan? Geen idee eigenlijk. Ik heb me er nog niet dusdanig in verdiept dat ik daar iets over kan zeggen. Nee, weet ik niet. Nee. Weet je, je leeft nu ook. Wat ik vooral merk bij mezelf qua emotioneel is dat je elke keer blij wordt gemaakt met iets. Want dan is er rugbaarheid in de media van oh, er komt een tegemoetkoming. Of oh, er komen versoepelingen of verzwaringen. Of nou, weet ik het wat. En elke keer word je weer teleurgesteld. Dus om mezelf daar een beetje tegen te wapenen, zit ik daar niet helemaal meer bovenop. En is dat iets van oké, dat is iets wat ik dan van het weekend uit ga zoeken bijvoorbeeld. Dat ik even rustig kan kijken. Ja, precies. Eventjes alles op zijn tijd. Precies, even laten zakken en dan weer verder. Ook om mijn eigen gemoedstoestand gezond te houden. Ja. Heb jij vertrouwen in de zaak? Letterlijk en figuurlijk? Ja, heb ik nog steeds. Ja, ik heb ook nog geen moment spijt gehad. Ik heb wel slapeloze nachten gehad, absoluut. Heb je al eens uitgerekend hoe lang je nog door kunt met je persoonlijke reserves? Ja, daar word je niet blij van hoor. Nee? Nee, daar word je niet heel blij van. Nee. Dus daar gaan we het allemaal vooral niet over hebben. Nee, lijkt me een goed idee. Ja, ik heb nog een auto te kopen als iemand. Nee. Ja, maar is het zover? Heb je soms dat je dingen moet. Ja. Hele persoonlijke vraag, besef ik hoor. Maar om de situatie even te duiden, dat is wel ernstig natuurlijk. Ja, mijn spaarrekening die staat nog op een paar honderd euro in plaats van wat we hadden. Ja. Heb je op een of andere manieren waarop nog. Ja, zijn er mensen in je omgeving? We zagen laatst de Blauwe Maan heet het volgens mij. Zelfs een crowdfunding actie gestart. Zit je wel eens aan dat soort dingen te denken? Zit ik wel aan te denken. Maar ik ben het liefst iemand die mijn eigen boontjes dopt. Dus ik heb nu ook een bijbaantje erbij. Van, mijn privérekeningen moeten ook doorgaan. De rekeningen van de zaak moeten doorgaan. Dus wat doe je? Als ik een vraag mag. Ik werk bij de GGD. Oh, kijk. Nou ja, je maakt je hart voor de zorg. Precies. Ik blijf staan achter mijn zorghart. Dus dat, dus dat doe ik er nu bij. Ook, het zit gewoon niet in me. En ik veroordeel echt niemand die dat wel doet. Maar ik wil zo min mogelijk geld lenen van mensen. En ik snap dat er situaties zijn waarin dat moet. En dat heb ik ook moeten doen. Maar ik ben heel zelfstandig opgevoed. En dat is ook iets waar ik trots op ben. Dus ik wil het graag allemaal zelf doen. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga liever dan een bijbaantje zoeken dan een crowdfundingsactie. Ja. Anna van der Raad van de Brownies and Downies. Dank voor je openheid over de situatie. En super veel sterkte. Dank je wel. Ik hoop echt van harte met je mee dat we echt heel snel weer iets kunnen open doen. Ja, ik hoop het ook. En echt, als ik open ga, dan kom ik hier brownies brengen. Ja, dan kom ik een keer een brownie bij je aan staan. Is goed. Mooi. Dank je wel. Top, dank je wel.